In Millingen vond afgelopen zaterdag een prikkelarme speeltuinmiddag plaats. In de speeltuin De Steense Gemeente klonk geen muziek en stond er olie klaar voor het geval dat een speeltoestel ging piepen. Ook waren alleen kinderen die gevoelig zijn voor prikkels welkom. Wethouder Irma van der Scheur van de gemeente Bergendal heeft de middag geopend en ze was zeer te spreken over het initiatief. Het initiatief werd gedragen door verschillende ouders die samenwerkten met de werkgroep Autisme Millingen. Steeds vaker komen er prikkelarme uren voor kinderen met autisme. Zo had de afgelopen kermiseditie in Nijmegen ook een prikkelarme middag.